Het is nu 10 uur precies en 2 uur geleden is het ongeluk bij het station Schiedam-Rotterdam-West gebeurd. Het aantal doden is op dit ogenblik nog niet precies bekend. En evenmin is iets met zekerheid te zeggen 2 uur nadat het ongeluk gebeurd is over het totale aantal gewonden. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk voor de mensen die slachtoffer zijn geworden. Het is verschrikkelijk voor hun nabestaanden. En het is voor alle spoormannen die dit mee moeten maken, is dit ook een verschrikkelijke zaak. Rond 8 uur 's ochtends op 4 mei 1976 moet de internationale trein op weg naar München een andere trein via het linkerspoor passeren. De tegemoetkomende sprinter van Rotterdam naar Hoek van Holland moet daarop wachten. Maar bij vertrek uit Schiedam negeert de machinist van de sprinter het rode sein. Even later botsen de twee treinen op elkaar. Er vallen 24 doden en tientallen gewonden. Fotograaf Jan Koopmans hoort de knal en gaat snel kijken. Als hij aankomt, treft hij een enorme ravage aan. Je hoorde dit, wat je in speelfilms al ziet, echt gekerm en geschreeuw. Het was heel eng gewoon. Koopmans staat ter hoogte van het spoortunneltje vlakbij het ongeluk, waar later een noodhospitaal wordt ingericht. Hij ziet en fotografeert hoe de hulpdiensten zoveel mogelijk passagiers uit de verwoeste sprinter proberen te halen. Er werden mensen uitgedragen, al of niet overleden. In ieder geval was het een beetje in een slagveld. En iedereen werd, die het niet meer deed, zeg maar, die werd even in het gras gelegd. Dat was dan voor later zorg. En men ging gewoon koortsachtig op zoek naar slachtoffers. Maar dat viel niet mee, want de hele boel zat in elkaar gedrukt. De banken zaten werkelijk als kussentjes op elkaar geperst. En daartussen zaten mensen. Wat Koopmans nog het meest is bijgebleven van de ramp, is de enorme hoeveelheid ambulances die ter plekke kwam. Dat beeld, die herrie waarmee dat allemaal aankwam, die sirenes door elkaar en die lichten. En dat was zo massaal en dat heeft heel veel indruk gemaakt, ja. Bijna nog meer dan de brokstukken die je op de rails zag leggen. Ja, als je dan zoals in deze situatie daar weer even bij stilstaat, dan komt alles terug. Dan zie je de kleine dingetjes weer, dan zie je die arm weer helemaal onder het bloed waar de vingers van af waren. Dat ga je weer zien. Dat is iets waar je eigenlijk al lang niet meer bij stil stond, maar dat komt alweer terug.